Ga je mee naar het stadion? Naar de ploeg van rood en wit. Zoek een plaatsje in de zon. Waar je zo gezellig zit. Mijn allermooiste afschrift met een bedrag van €1.296,60... is mijn investering geweest in mijn Feyenoord jurkjes. Ja, eerlijk gezegd kan ik nog geen ei tekenen, dus laat staan een jurkje. Maar een beetje googelen deed een hoop wonderen. En daar is dit modelletje uitgekomen. Alles verbloemt het zo'n beetje. Hè. Je kan lekker je vetrollen kwijt en in ieder geval, je kan er lekker in juichen. En uiteindelijk hangt hij nu in de fanshop. En ja, ik ben daar natuurlijk gewoon trots op. Mijn allergekste afschrift, dat waren de kaartjes voor Napoli-Feyenoord. €120 waren ze uiteindelijk. Dat was een wedstrijd waar wij niet mochten komen. Geen Nederlander mocht, ik kreeg een kaart. Nou, we zijn alsnog binnengekomen door ons voor te doen als Belg. Je vroeg alleen van Belgium. En ik deed alleen mijn vriendelijk glimlach. Ja. En toen zei hij, oké. Nou, kaartje werd verscheurd en ik kon door de tourniquet. Ik zei tegen mijn zoon, lopen, want ik ga bijna... Ik zak door mijn hoeven gewoon van de zenuwen. Maar toen ik daar eenmaal binnen was... Ja, ik denk we hooguit 10 Feyenoorders binnen waren. Kijk, die wedstrijd, daar hebben we het gewoon verder niet meer over. Maar het feit dat wij daar waren, dat... Ja, bizar. Vergeten we nooit meer. Mijn allerzuurste afschrift, dat waren de kaartjes voor de bekerfinale... Feyenoord, Ajax. En het was €56, dat afschrift. Ik heb met mijn zoontje samen vanaf 11 uur 's avonds voor de ticketbox gelegen, buiten, -2. Ik kan er nu nog voor opgepakt worden, kindermishandeling, denk ik. Ah ja, en toen, een paar dagen later, werd afgekondigd dat die kaarten niet geldig waren... en dat de finale in 2 wedstrijden gespeeld zou worden. En ja, eigenlijk alle moeite voor niks geweest. En ik word er nog steeds niet goed van als ik over nadenk. Als geld geen rol zou spelen, helemaal niet, dan kocht ik per direct Kuip op. Serieus, niks, geen nieuw stadion. Feyenoord blijft forever spelen in de Kuip. Komt er iemand met dat geld ook straks? Dat lijkt me heerlijk.